Ben jij bekend met sociale media-richtlijnen van de universiteit? Van de universiteit? Nee. Zijn er richtlijnen? Nee. Je weet niet dat er zulke richtlijnen bestaan? Nee, eigenlijk niet. Hoe wij ons als student of medewerker moeten gedragen op sociale media? Ja, ik begrijp het wel. Want je leeft in verband daarmee. Dus alles wat jij verkeerd doet en alles wat niet door de beugel kan, dat straalt dan ook weer af op de universiteit. Nou, ik vind persoonlijk niet dat de universiteit daar dingen over moet zeggen. Medewerkers misschien, maar dat is denk ik de taak van elk bedrijf of zeg maar elk instituut. Je hebt nog steeds vrijheid van meningsuiting en dat je zelf wel mag zeggen wat je wilt. Ik vind vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Maar je moet wel respectvol met elkaar omgaan. En in de anonimiteit van social media is dat vaak heel erg lastig, zie ik. Wat kan echt niet op sociale media? Discriminatie naar mensen, naar geloof, naar alles, vind ik gewoon niet kunnen. Ik vind dat je best je mening mag uiten ook, maar gewoon met respect naar andere mensen, andere groepen, andere alles. En natuurlijk foto's waarvoor geen toestemming is gegeven. Ja, naaktfoto's natuurlijk, gewoon mensen echt bedreigen, beledigen. U als bijvoorbeeld studenten dingen zeggen die gewoon feitelijk onjuist zijn. En dan zich daarop misschien beroepen als hun zijnde als student. Dus ik studeer dit, dus ik vind dit en dat klopt dan niet. Dat vind ik best, dat mag je ingrijpen als universiteit zijnde. Als je regels maakt, zou je er ook sancties aan moeten verbieden, toch? Ik denk je op het matje roepen. Dus dan moet je naar een kantoor komen en dan uitleggen wat je precies dacht. En ook dat je dat dan ook vervolgens, dat je daar verbod op krijgt, dat je dat niet meer kan doen? Nou kijk, het moet wel echt een ernstige overtreding zijn voordat de universiteit pas een sanctie mag geven, denk ik. Maar ik denk, ja, misschien toch wel een soort schorsing of zoiets als het echt erg is.